kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Nieuw bestuur voor College van Beheer bij Bureau voor de Staatsschuld. Nauratri Viering, periode van gebed voor zuiverheid en herstel. Presidentieel tandem bezoekt STVS bij 55ste jubileumviering. Kommerwijnen sluit aan in reeks van quick response units. Kinderarts Lorendo Kloof belicht kwestie mond- en neuskap bij kinderen. En controle naleving COVID-19 maatregelen nog steeds overeind. Het College van Beheer bij het Bureau voor de Staatsschuld heeft een nieuw bestuur. Dit bestuur is op woensdag 21 oktober 2020 geïnstalleerd door president Chandrika Prasad Santokhi. Biantou Yuram is als directeur van Financiën ambtshalve lid en voorzitter van het College van Beheer. Dit orgaan ziet toe op het beheer en de taakuitoefening van het bureau en is bevoegd al die inlichtingen te vragen die het voor de uitoefening van zijn toezicht nodig acht. Hoe ik het zie, keihard werken. De president is duidelijk geweest naar ons toe. In feite heb ik de boodschap als instructie ervaren. En we gaan dat verder in onze eerste meeting. Ik denk al volgende week al, heel spoedig, onze eerste meeting hebben. En dan gaan we dat allemaal doorpraten. Maar uitdagend, u weet zelf, staatsschuld, zowel binnenlands, buitenlands, is een uitdaging om dat echt op een heel goede manier te administreren, te volgen, te monitoren en ook verslag te doen aan de regering. Kijk, je moet nooit opgeven, hè? En dan gaan stilzitten. Je moet positief denken, ook proactiviteit is belangrijk en in feite ook dat stukje kennis in het heel financieel gebeuren, zowel van de staat als daarbuiten. En met deze nieuwe college zie ik wel een heel positieve stap om dat allemaal op te pakken. Ja. Laat deze Nauratri-periode voor u allemaal een zegen brengen en kracht geven. Laat het een zuivering brengen in uw leven, maar ook in Suriname. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi op dinsdag 20 oktober 2020 in de Sri Vishnu Mandir, waar het staatshoofd samen met vicepresident Ronnie Brunswijk de Nauratri-viering bijwoonde. In deze vastenperiode van de Hindoes riep de president op tot gebed voor de vrouw. Vicepresident Brunswijk sprak van een periode bij uitstek om een nieuw begin te maken in ons leven. Het was voor het eerst in de historie van de Senatendarm dat een presidentieel duo de mandir bezocht. Tijdens deze periode worden er gebeden en ook gereflecteerd op het leven, het heden, het verleden en de toekomst. Er wordt getracht weer in contact te komen met het innerlijke, zodat wij in het leven verder kunnen met een nieuw begin. Laten wij allen gebruik van maken van deze periode om extra te bidden, vooral in deze tijd van corona, en de zegeningen te vragen aan onze Bhagwan Durga Mata voor ons geliefd Suriname. Mag ik u dankzeggen voor deze uitnodiging en ik wens u allen een Nauratri toe. We zijn zeer vereerd als regering, als president,
als vicepresident, als first lady, met adviseurs, distriktscommissaris, aanwezig zijn tijdens de viering van Navratri. Een Navratri waarvan de pandit, onze geestelijke, al zoveel informatie heeft gegeven. Wat het betekent voor de mensheid, wat het betekent voor ons als mens, maar wat het ook betekent voor ons in relatie met onze schepper. En ja, dat is die grote uitdaging voor alle religieuze organisaties, ook de Sanat en Dharam, om de Navratri te vieren tijdens de COVID-beperkingen. Het lijkt een beperking, Vyashji, maar het is geen beperking, het is een uitdaging. Want terwijl u hier bidt, is de televisie er, is de smartphone er, is de YouTube er, is de elektronische mogelijkheid. Dat u veel meer mensen bereikt dan u zou kunnen bereiken in uw mandir. Dat is een grote uitdaging. Om dat te doen tijdens Navratri. En dat toch de kracht die we nodig hebben van het collectief bidden, het samen bidden, die eenheid, dat toch bereikt wordt. Al is het met een beetje afstand. Al is het met een beetje social distance. Al is het met een elektronische afstand. Maar wat niet afstandelijk is, is onze hart. Onze harten zijn aan elkaar verbonden. Heel nauw aan elkaar verbonden als we in gebed zijn. En ja, we zijn elke dag in gebed. Maar 9 dagen, 9 nachten in gebed gaan voor Durga Ma, geef je extra energie. Laat deze Navratri-periode voor u allemaal een zegen brengen, kracht geven, een zuivering brengen in uw leven, een zuivering brengen in uw hart, een zuivering brengen in uw ziel, een zuivering brengen thuis bij u, maar ook een zuivering brengen in het land Suriname. Om Jayam Bhikshori Maya Jayashama Gauri Tumko Nish Din Dhyavate Maya Ji Ko Nish Din Dhyavate Hari Brahma Sivari Om Jayam Bhikshori Maang Sindhur Virajate Diko Mrig Madeko Ujjwal Se Do Nena Ujjwal Se Do Nena Chandravadan Niko Om Jem Begauri ...20 oktober 1965. 20 oktober 2020. 55 jaren voor de Surinaamse televisiestichting, de SDVS. Een jubileum dat niet ongemerkt voorbij is gegaan en waarbij hoogbezoek meer dan ooit op zijn plaats was. De nationale zender mocht bij deze mijlpaal president Chandrika Prasad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk verwelkomen. Het presidentiële tandem feliciteerde de gehele Surinaamse natie met het 55-jarig bestaan van de SDVS. President Santokhi wees in het bijzonder op de uitdagingen die zijn weggelegd voor het station. Bij dit heugelijk feit mochten de gewezen directeuren Frits Pengel, Glenn Truideman en Shirley Lakin elk een award in ontvangst nemen. STVS, 55 jaar, is een mijlpaal. Is een mijlpaal in de televisieorganisatie in Suriname
als jij als eerste televisiestation. En dan wil ik teruggaan toen ik heel kleine jongens was op Mungutapu. Dat was die zwart-wit televisie. Dat is een buurman. Buurman komt lukken even, dat je het gaat naar vinsteren. Maar er waren zoveel kinderen. Bijna in Eschie, dat is even film op team precies. En dat was het. En je moet weten vanaf toen zwart-wit, toen de man kon naar digitaal televisie, heeft de STVS niet ondergedaan voor andere station. Dat vind ik geweldig. Laat me zo beginnen om eerst alvast mijn panel te bedanken. Alleen voor het idee om een televisiestation idee te geven aan de staat om dat te doen. En ik ben ook God dankbaar dat u bij de 55-jarig viering van STVS dat u ook erbij zit. Maar ik wil een warme applaus voor de grondlegger. Dames en heren, het is een jaardag, een verjaardag, 55 jaar en STVS heeft invloed gehad op ons allemaal, direct en indirect. Zeker alle medewerkers, de pioniers van STVS, de gewezen medewerkers, de huidige medewerkers, wil ik allemaal feliciteren, maar ook bedanken voor het werk wat zij geleverd hebben om die natie Suriname te versterken. En daar is ook een grote uitdaging, welke programma's je kiest. Natuurlijk zijn er programma's die het karakter van aantrekkelijkheid moeten hebben, entertainment moeten hebben, maar laat ook kijken naar programma's die de natie Suriname verder moeten gaan versterken. Cultuurprogramma's waar wij Surinamers, onze kinderen, onze jeugd regelmatig geschoold zullen moeten worden wie wij zijn als Surinamer. Onze cultuur, ons geloof, ons afkomst. En dat die zaken het zijn die ons bindt. En dat we dat blijven voeden. Cultuuronderwijs. Dat we die eenheid gaan versterken in onze samenleving. En dat er alles gedaan zal moeten worden om vooroordelen jegens elkaar weg te maken. Dat we alles moeten doen om haat wat soms gecreëerd wordt jegens elkaar weg te maken. We zijn een nationale zender en we zullen ons nationaal moeten opstellen. En daar is die grote uitdaging van STVS, om daar een grote bijdrage te leveren. Veel Surinaamse producties, ben ik helemaal eens. Laat de discussie daar komen, laat het programma zijn. Vooral in deze tijd van COVID, die jou kansen biedt. Wel brieven gaat van onze jonge entertainers in een entertainmentorganisatie, dat ze ook in feite als slachtoffer worden van COVID. Hier is de kans voor STVS. Laat er contesten komen. Surinaams talent, muziektalent, danstalent, zoveel andere talent. Laat die competitie komen. En laat die beoordelen via Zoom plaatsvinden, via moderne technologie. En dan zie je namelijk dat die kansen er zijn in tijd van COVID. Dat we alles kunnen doen met gebruikmaking van de beperkingen. Dat we toch producties brengen. En waarbij we dan het talent kunnen gaan stimuleren. En dat heel wat jongeren daarmee ook vooruit kunnen gaan. Want deze beelden komen allemaal op YouTube. En you never know wie er aanbod krijgt van het buitenland of waar dan ook om in die professionele business te gaan. Daar zijn die kansen die de COVID ook ons biedt. Ik ga jullie feliciteren met deze jaardag. En we kijken uit naar die enveloppen met belangrijke inhoud, een andere inhoud dan wat we gewend zijn. Maar we zullen serieus daar naar kijken, VP. En samen met de directie en raad van toezicht om de problemen allemaal op te lossen. Gefeliciteerd aan ieder met STVS 55 jaar. Jeep, 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 jeep. Hoorre, dank u wel. Het is een feit dat vandaag, precies 55 jaar geleden, officieel televisie in Suriname werd geïntroduceerd. Het is een feit. Mijn moed is vol. Weet u waarom? 2 weken geleden, toen ik hier stond om over te nemen, was mijn wens dat de vicepresident aanwezig moest zijn. Hij weet waarom. En als ik hem hier zie, maar ook de president, die ik ook heel goed ken vanuit
een andere setting vanwege mijn werk, dan is mijn moed vol. Dat ik als jonge Surinamer van deze mannen de gelegenheid heb gekregen om de STVS te leiden, het betekent heel veel. Heer president, heer vicepresident, dank u wel. U mag het weten, het was toen een geweldige ontwikkeling op het gebied van massacommunicatie. Eerst hadden wij de krant, vervolgens kwam de radio, audio en toen beeld en geluid uit een toestel dat tv werd genoemd. Het was tientallen jaren geleden een luxe om een tv-toestel in huis te hebben. Misap etep chimboya mungo tiwan luku film. Je had het niet breed. Nou dat je go pipa buurvrouw. Maar vitality, want die mo pretty skingy, want im go wasif gaskoro, go donf gaskoro tamara. De Surinaamse Televisiestichting is het eerste en tevens grootste tv-station in Suriname met een landelijk bereikbaarheid van meer dan 75%. We weten het, het is niet makkelijk geweest voor dit station, maar desondanks hebben we de afgelopen jaren gezien dat de smasang du auroko nou visie de mek moeite. Dit jaar, heer president, u zit hier, heer vicepresident, u zit hier. Een van die dingen die wij willen aanpakken hier vanuit dit station is om ervoor te zorgen dat de mensen heel ver tot aan de grens ook de STVS kunnen bereiken. Daarvoor ga ik achter u aan zitten, president en vicepresident. Als ik dit mag zeggen, een van onze partners is de Telesuur. En met de Telesuur hebben wij al vrijdag aanstaande een gesprek met de directeur van Telesuur om alvast hierover te gaan praten. Om te kijken hoe wij vanuit deze plek de informatievoorziening tot aan de grens kunnen brengen voor onze Surinamers. Dus president, vicepresident, Monaki Udoro. Om erop toe te zien dat de COVID-19-maatregelen door de samenleving worden nageleefd, worden er door het ministerie van Justitie en Politie landelijk quick response units ingesteld. In 2 weken tijd zijn er 4 van deze faciliteiten in gebruik genomen. De eerste unit werd op maandag 5 oktober geopend op het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost, waarna Nikeri en Saramaka aan de beurt kwamen. Op dinsdag 20 oktober 2020 volgde het district Kommewijnen. Daar is de Quick Response Unit ondergebracht bij de politiepost Meerzorg. Het COVID-QRT dat in het leven is geroepen om het COVID-verspreiding te proberen te bestrijden. Er is dan een nummer, een alarmnummer, dat is 105. Dat nummer moeten we niet verwarren met 115. 105 is in het leven geroepen om gevallen door te geven waarbij niet voldoende rekening is gehouden met de COVID-19 maatregelen. Dus wanneer men zich ergens bevindt en u merkt dat iemand onvoldoende rekening houdt bij het uitvoeren van activiteiten en onvoldoende rekening houdt met de COVID-19 maatregelen, dan kunt u gewoon bellen met het nummer 105. 105, althans die mensen die daar werken, zullen er dan ervoor zorg dragen dat zo'n melding wordt doorgestuurd naar het desbetreffend resort. In dit geval naar Kommewijnen. En dan zullen mensen die daar werken uitrijden. Het QRT bestaat uit mensen van de politie, de militaire bestuursdienst,
arbeidsinspectie. In elk geval een groot aantal van intensiteiten die daar de dienst zullen uitmaken. QRT-team houdt in van dat we Quick Response Team hier in het leven hebben geroepen. De regering heeft gezien vanwege toename aan COVID-gevallen om in alle districten zo'n unit te vestigen. En wij hebben dan als districtcommissaris opdracht gehad om in alle districten een unit in het leven te roepen. En de DC was eigenlijk de verantwoordelijk om zo'n gebouw ergens te zoeken voor de Quick Response Team. En we hebben vandaag een herstart hier gehad. Eerder had ik op mijn commissariaat eentje al geopend, maar de ruimte was te klein omdat er 5 verschillende disciplines moeten huisvesten in zo'n gebouw. En het gevolg dat vandaag eigenlijk de herstart met de betere ruimte is gecreëerd. Nou, de verwachtingen zijn dat de burger gretig van gebruik zullen maken omdat er veel wordt gefeest. Er wordt veel gegroepeerd in tallen buiten de protocollen, COVID-protocollen. En de taak is aan ieder gelegd om dan zichzelf te beschermen en je eigen, je medemens dan. Nou, de bijdrage zal zijn dat ze dan op het moment wat je ergens ontdekt dat er veel mensen zijn of er wordt gefeest, dat je dan 105 moet bellen, dat is dan een centraal unit. En zij zullen dan op hun beurt dan dat Quick Response Team dan verwittigen. En de Quick Response Team van Resort Meerzorg, bedoel Kamwijnen, zal dan naar de plaats uitdrukken en om te gaan zien van of het inderdaad de opgegeven klacht inderdaad klopt of niet. Het is eigenlijk per district, per Quick Response Team. En dat ding is zo van, er zullen 2 shiften zijn, 7-2 en 2-10. En natuurlijk in de avond nemen dan al de politieke stations over voor de hulpverlening. Het is meer eigenlijk om onze medemens te beschermen, in bescherming te nemen. Je ziet het, het is eigenlijk een verantwoordelijkheid van elke burger, wereldburger eigenlijk, om dan de pandemie te onderdrukken. En dat maakt dat ik eigenlijk zeer blij, verheugd ben dat het vandaag een feit is. En ik hoop dat de mensen er van zullen gebruiken. Ja, dat is de bedoeling van het QRT. Omdat het optreden van de politie bedoeld is voor eenmaal 24 uur. En met de komst van het COVID-19 virus is er een zware druk gelegd op de basispolitie in het bijzonder. De teams, of het QRT-team, welke per district in het leven is geroepen, is bedoeld om de overtreders gedurende de dag te verbaliseren, boete op te leggen. En gedurende het lockdownuur, dan neemt de reguliere politie de controle over. Het QRT zal in 2 shiften werken. We hebben een shift van 7 tot 2 en dan weer van 2 tot 10 uur 's avonds. Dat is eigenlijk dus voor de hele dag. En het lockdownuur, daar wordt de controle overgenomen door de basispolitie. Heeft u daarnaast ook een oproep naar de samenleving om de COVID te maken? Absoluut. Vanuit het COVID-19 coördinatieteam van KPS wil ik sowieso die oproep herhalen. En die oproep heeft alles te maken met het verzoek dat elk individu, echt iedereen, alvast die verantwoordelijkheid begint te nemen, bij zichzelf begint. Zorg voor de basiszaak, zoals je neus, mondkapje, de afstand. Als het lockdownuur is aangebroken, blijf thuis. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En het dragen van die gezamenlijke verantwoordelijkheid begint bij ons, begint bij elk individu. Dat is mijn verzoek, mijn oproep naar elke burger.
Na overleg met gezondheidsautoriteiten hebben de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur besloten dat een mond- en neuskap niet meer verplicht is voor kinderen beneden 12 jaar. Tot de gezondheidsautoriteiten behoren onder meer kinderartsen. De communicatiedienst Suriname sprak kinderarts Lorendo Kloof. Hij belicht het besluit vanuit het medisch aspect. Wij voeren u mee naar dit gesprek. Dat kinderen beneden 12 jaar geen mondbedekking aan hoeft te trekken is eigenlijk een vrij nieuw gegeven. Zoals de meesten van ons weten is COVID-19 is een nieuwe virus. Dat is ontdekt in december 2019. Dus er was niet echt veel bekend erover. Maar wat wel duidelijk werd vanaf het begin is dat kinderen niet ziek werden. En dat hebben we gezien in landen als China, Brazilië, Nederland, maar ook Amerika. Dat eigenlijk alleen de ouderen er klachten van krijgen. En wat de huidige evidence of de huidige bewijs is, dat kinderen onder de 12 jaar, dat eigenlijk het advies is dat eigenlijk niet hoeft. Maar er zijn een paar dingen waarnaar wordt gekeken. Vanaf maart hebben wij in het AZP, wij vormen een centrum waar alle kinderen komen die klachten zouden krijgen. Dus onze COVID-unit. En vanaf maart hebben we dus alle kinderen opgenomen met luchtwegproblematiek of andere problematiek die zou kunnen passen bij COVID. En vanaf maart tot nu, dat is ongeveer 7 maanden, hebben we zoveel kinderen getest. En blijkt dat geen van die kinderen COVID-positief was. Dus de conclusie is niet dat kinderen geen COVID krijgen, want ze krijgen wel COVID. Er zijn wel kinderen die positief getest zijn, maar die kinderen hoefden niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. Dus die kinderen worden niet ziek. En dat heeft dus onze data dan ook uitgewezen dat kinderen worden inderdaad niet ziek. En het bewijs is er ook dat kinderen een heel kleine rol spelen, ook bij de overdracht. Dus de kans dat een kind of volwassen ziek maakt, die is ook heel klein tot bijna nihil. Dus in dat opzicht is er volgens de WHO, geven ze het advies dan, je moet afwegen van luister, hoe zit het met de verspreiding in Suriname? En de verspreiding in Suriname is, dankzij alle interventies, is die eigenlijk onder controle. We hebben gemiddeld tussen 10 en 15 nieuwe besmettingen per dag. Het is niet meer zo wijdverspreid. En daarna weeg je ook het nadeel van het dragen van een mondkap. Voor kinderen is ontwikkelen is heel erg belangrijk. Dus om de hele dag, vooral de doelgroep tussen 0 en 12 jaar, die willen continu spelen, die willen continu met hun vriendjes bezig zijn. En het kan zorgen voor agitatie, voor dat ze geïrriteerd zijn, dat de fuga. Want ze willen vrij spelen, ze willen vrij rennen, ze willen goed kunnen praten. Docenten die kinderen klanken moeten leren, dat vormt ook een belemmering. Dus zo zijn er een heleboel factoren, een heleboel nadelen op te noemen van die deze maskers kunnen hebben op kinderen. En bovendien is het de vraag als kinderen wel goed de mondkap op en af kunnen doen. Of dat ze bijvoorbeeld naar school gaan met een Mickey Mouse mondkap en komen terug met een Superman mondkap. Weet je, dus we maken dingen van kwaad tot erg. En de belangrijkste ding waarom de van de nadelige effecten, is bijvoorbeeld dat er bij kinderen heel veel angst komt. Dat ze zeggen, ik mag het niet uitdoen, want anders ga ik COVID krijgen. En ik zeg, als dat een reële angst was, ik ben zelf ook vader van 4 kinderen, als het een reële angst is, dan zeg je van, weet je, dan moeten we andere maatregelen doen. Maar dit is ongegrond en biedt in dit geval alleen maar nadelen. Dus voor de kinderen van 12 jaar en beneden. Wat wel belangrijk is dat wat we nu gaan doen, samen met het ministerie van Volksgezondheid en Onderwijs, zijn er andere protocollen die geactiveerd worden. En wat zijn die protocollen? Ik vind deze protocollen nog belangrijker. Dat kinderen die bijvoorbeeld ziekteverschijnselen hebben die kunnen passen bij COVID, die moeten thuis blijven. Die mogen niet naar school gaan. De klassen zijn klein en overzichtelijk, dat is ook een goed ding. En een van de belangrijkste protocollen is dat als een gezinslid, een familielid,
COVID-achtige klachten heeft of COVID heeft, ook al heeft het kind geen klachten, dit kind blijft ook thuis, mag niet naar school gaan. Dus dit zijn allemaal dingen die zijn ingebouwd om de veiligheid van onze kinderen te kunnen waarborgen. En wat we ook gaan doen is dat er op buurtniveau, op wijkniveau, op districtsniveau continu geëvalueerd wordt. Tezamen met het ministerie van Onderwijs, het BOG inbegrepen en Volksgezondheid gaan we continu aan tafel zitten van hoe zit het met de verspreiding, hoe zit het met de scholen, hoe zit het met de uitbraak. Dus het is, we zijn er nog niet. We gaan heel vaak bij elkaar komen en continu bijstellen. Dus ik wil gewoon bevestigen dat het veilig is. Tot slot wil ik benadrukken dat voor kinderen onder 12 jaar om zonder mondkap naar school te gaan, dat het absoluut veilig is. Samen met Volksgezondheid hebben we protocollen in stand om ervoor te zorgen dat zieke kinderen niet naar school gaan en dat in huishoudens met mensen die COVID hebben, dat die kinderen, ook al hebben ze geen klachten, dat die ook niet naar school gaan. En we gaan heel vaak in contact blijven. De schoolleiding krijgt een nummer waarop ze kunnen bellen en rechtstreeks met kinderartsen, met huisartsen kunnen overleggen. Dat is de enige manier hoe we deze complexe ziekte kunnen overwinnen. De controle op naleving van de COVID-19 maatregelen staat nog steeds overeind. Om deze controle op een snelle en effectieve manier te laten geschieden, is onder meer het Quick Response Team in het leven geroepen. Dit team opereert via de Quick Response Units die in de verschillende districten operationeel zijn. Inspecteur Rachel Deekman van het COVID-19 coördinatieteam binnen het Korps Politie Suriname laat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname de afgelopen periode de review passeren. Voor wat betreft een update betreffende de COVID-19 maatregelen. Zal ik moeten verwijzen naar de laatste maatregelen die door de president van de Republiek Suriname zijn uitgesproken. En die maatregelen staan nog steeds overeind. Ik mag u voor wat betreft de controlewerkzaamheden aangeven dat de controle nog steeds doorgaat. De politie voert nog steeds controle uit. In een paar maanden terug hebben wij controle op lockdown overtreders gehad. Daar lag dus de focus op. Maar met het in het leven roepen van de quick response teams heeft de controle zich verder verspreid of zeg maar verder gericht op niet alleen de lockdown overtreders. Maar ook op de andersoortige overtredingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het niet opheffen van een mondneuskapje. Ik denk verder aan de grote groepen bij elkaar in de vorm van feestjes. En het niet onderhouden van de onderlinge afstand. Dus met het in het leven roepen van de quick response teams in de verschillende districten heeft die controle zich uitgebreid. In de afgelopen periode is gebleken, vooral in Paramaribo, dat het quick response team heeft moeten optreden tegen vooral voetballende jongens. Naast de voetballende jongens hebben we ook nog meldingen gehad van feestjes waar we hebben mogen optreden. Dat is onverkort. Als gedurende het lockdownuur er overtredingen zijn, zullen die overtreders nog altijd worden overgebracht naar de politieacademie. Ik mag u aangeven dat de wetgeving in place is, de boetelijst eveneens. Dus als we zijn overgestapt, die wetgeving is in place, de boetelijst is ook al in orde.
Dus we zijn in de uitvoering. Als ik het zie, nee, ik zie het niet, ik. Ik mag dan wel aangeven dat we geconfronteerd zijn geraakt met een pandemie. Het heeft ons als land, eigenlijk de wereld verrast, maar ook Suriname, en dan ook Suriname, verrast. Wij zijn een bepaald levenspatroon gewoon. En met de komst van het COVID-19-virus wordt van ons verwacht dat we een totaal ander levenspatroon gaan aannemen. Dus ik moet aangeven dat het voor de bevolking ook wennen is. De bevolking moet sowieso wennen aan het opheffen van neus en mondkap. De bevolking moet nu wennen aan dat ze niet meer dicht bij elkaar zijn, geen brassas meer geven. De bevolking moet eraan wennen dat ze met niet zoveel mensen meer in de bus kunnen zitten. Dat je niet meer vrij kan praten in de bus zoals voorheen. Dus dat alles zorgt voor eist gedragsverandering. In welke mate ze al dan niet gehoorzaam zijn aan die maatregelen die moeten leiden tot gedragsverandering, daar zou ik geen uitspraak over doen. Ik denk dat we nog heel wat moeten aankijken voor wat betreft die ontwikkeling in de verandering van het gedrag. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht en een fijne avond verder.